reisvlog! Hoor je mij nog in je oor? Nee, hoor jij mij? Nee? Hallo? Ik heb liever ook gewoon muziek, zodat ik jou niet hoor. Hallo? Is zo grappig. Goedemorgen, ik heb even dit roze muurtje opgezocht. Yes! We zijn in een heel funky hotel in Duitsland beland, dat midden in een woonwijk staat. Heel gek. Maar het ziet er prima uit verder. En daar zijn we eigenlijk meteen in een soort after motorcoma gevallen. Ik kon echt niet meer bewegen praktisch, zo vermoeid was ik. Dat is wel heel erg leuk. En vooral om nu weer Nederland uit te zijn en dat alle landschappen heel anders zijn, dat maakt het wel veel avontuurlijker en leuker. We zitten nu in een soort heuvelgebied met allemaal meertjes en de zon schijnt. En het is mega groen, dus het is echt vet cool om hier op avonturenpad te gaan. Hallo, we zitten snacks te eten, namelijk hamburgers, frieten, schnitzels en worsten. Echt heel goed. En dat is ook het enige wat we tot nu toe zo'n beetje hebben gegeten, want de Duitse snelwegen zijn gewoon niet een culinaire hotspot. Maar we komen er langzaam. We stoppen straks in Wenen. Zurich, kan ik nooit onthouden. Ik moet ook zeggen dat de motor niet de allerknapste mens van je maakt. Yay, we made it to Switzerland! We zijn inmiddels aangekomen in Zwitserland, in Zurich, bij een vriend van Jordi in een heel leuk huis. We maken nu ontbijt. Het is helemaal gezellig. Check deze kooksels ook. Ik begin echt een goede chef-kok te worden. Mmm. Luke has an amazing house. Leuke quote. Pinterest-achtig. Ik krijg een guided tour door de stad. No worries. En je hebt hier dus overal super helder blauw water waar je gewoon in kan zwemmen en waar vette stromingen zijn en je heel leuk kan floten. Super cool. Oh, wow. Die ontdekt voor het eerst Snapchat filters. Amazed aan wat er allemaal bestaat. Dus zo nice. Leuk. Nu allemaal hoddocks op zijn eigen hoofd. Can't believe that. Dat is zo lief. We hebben net allemaal worsten gegeten, wat ook wel lekker was. We liggen even in het park. We kijken hoe serieus Jordi kijkt als hij een Instagram bewerkt. Jongens, we hebben 3 uur in de stromende regen gereden. Alleen maar regen, het was 12 graden. Kijk, dit is mijn handschoen. En we hebben nu dus gedacht, fuck it. We gaan naar een hotel wat 500 euro per nacht of zo kost. En daar gaan we maar even schuilen. En nu zeggen ze hier dat het misschien gaat sneeuwen morgen. Het is toch wel even een ander verhaal. Oké, ik ga snel in de douche springen. Super lekker badterrein. Met allemaal Aqua di Parma flesjes. Heerlijk. Dit bevalt me wel. Lekker kamertje. Wat wijn hebben we klaarstaan. Heerlijk bed. Hier een open haartje. Zo lekker. Weer een dag in de Zwitserse Alpen. Als je goed luistert hoor je zelfs een bel van koeien die hier door de bergen worden vervoerd. Zo grappig. Het is hier lekker aan het motregenen, maar wij zitten nog steeds in het allermeest delicious hotel van de wereld. Dus we gaan nu lekker ontbijten, dan nog heel even in de spa en dan weer uw motor pakken en kijken wat de dag ons brengt. Hopelijk naar Italië.
kamer voor kaas. Hoe lekker. Oh, het ruikt hier ook heel lekker. Is kaas ook jouw lievelingseten? Absoluut. Mm. Het regent nog steeds, dus we gaan weer even de spa in. Voordat we toch maar op onze motors gaan en in Italië gaan geraken. Nu even een uurtje in superhete badderen. Heerlijk wel hoor, dit high roller leven. Ik zou hier prima aan kunnen wennen. Wel zou ik binnen een jaar blut zijn, dat is toch jammer. Of een maand. Geen idee. Kijk, hier staan een piepklein 18 graden badje. En stoomcabines. Ik zie hier ook gewoon serieus helemaal niemand. Nul mensen in deze spa op het moment. Ik weet niet waarom. Misschien zijn mensen hier toch aan gewend dan of zo. En denken ze, we gaan liever de bergen in. Maar ik vind het heerlijk. Er is één bad van 40 graden, 46 en een super hete. Zo lekker allemaal. Oeh. We zijn in Italië! En we kwamen binnen en we meteen zagen we iets over een wijnassortiment. Wat we meteen hebben besteld terwijl we gewoon nog in de lobby stonden met jassen aan en alles. Die vrouw lachte zich helemaal dood. Het ziet er hier heel mooi uit. Eigenlijk kijken we naar een heel mooi hotel waar we in dachten te zitten. En zitten we zelf in een huisje er tegenover wat erbij hoort. Wat toch wel minder is. Hoe zit dat? Dat is toch gek? Ja, het is best gek. Prinsessenkamer! Check dit mega Italiaanse ook. Ik wil ook zo'n beeldje met mij en Jordi erop. Het is heel mooi. Wauw, wat heb ik muggen? Maar heel mooi. Zo romantisch. Nieuwe dag, nieuwe brekkie. We zitten hier aan een meer en echt het mooiste uitzicht ooit in een heel gek kitsch hotel. Het ontbijtje is een soort balzaal. Geweldig. Zwembadje hier en ook heel rustig. Hey J-Town. Hey, wow, hoe wit ik eruit zie. Zie eerlijk. Ik heb mijn Love Stories bikini aan waar ik ook een badpak van heb. Ik heb iets te veel zomershopping gedaan geloof ik de afgelopen tijd. Maar ja, ik hou gewoon heel erg van rode badkleding en die is bijna nooit te vinden. Sowieso kan ik in Nederland bijna nooit leuke badkleding vinden. Het is echt nog wel een gat in de markt, dus ik heb het gewoon allemaal ingeslagen in grote aantallen. Hallo, hallo. Het is tijd voor een nieuwe snack, dus ik dacht ik leg het even vast. Namelijk een zalmburger. Best wel lekker, vind ik dat. Niet echt Italiaans, maar goed. Tijd voor een ijs. In de vorm van een bloem, hoe leuk is dat? We hebben date night en we eten natuurlijk weer super lekker Italiaans eten met een heel mooi uitzicht. Zo mooi Italië, echt niet normaal. Ik ga helemaal stuk hier om deze beelden die kleine kettingjes van Strass dragen en Strass ogen hebben. Kijk. What the fuck?
Wat ik persoonlijk echt heel erg apart en best wel offensive vind, is dat er overal beeldjes staan van donkere slaven die aan het werk zijn. Dat is echt heel bizar. Zo gek. En ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, oh, maar het is kunst of het is traditie. Maar ik sta daar persoonlijk niet achter. En ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. We hebben de hele dag gechilled aan een super lekker meer. En op een gegeven moment kwamen er allemaal ganzen naar ons toe. En toen schrok ik zo erg dat ik op mijn bril ben gaan staan. Die nu helemaal scheef is. Mio Mio is niet bestemd tegen ganzenattacks. Nu zijn we in een piepklein dorpje. En hier is echt lekker de Italiaanse vibe. Je ziet het al een beetje om me heen. Kleine bootjes. Mooie huizen. Cute. En schijnbaar is dit ook de plek waar Jordi zijn eerste babystapjes heeft gezet. Wat ik ook echt zo schattig vind. We eten de hele tijd 's middags pasta's. En 's avonds denken we dan dat we dat ook willen. Maar dan krijgen we al het eten niet op. Dus nu gaan we alleen even wat wijn drinken. Zoveel wijn. Het is zo lekker om de hele tijd in een soort wijngeest te zijn. En op vakantie dan niet in het dagelijks leven. En dan gaan we naar het hotelletje. En daarna waarschijnlijk nog ergens wat kleine dingetjes eten. Lekker! We zijn in Frankrijk! Vive la France! We hebben vanuit Italië door heel Zwitserland... Hoe lang is dit been? Het slaat echt nergens op. Door heel Zwitserland gereden. Nu zijn we heel Zwitserland. Niet een beetje. Nu zijn we in Frankrijk. We hebben zo lang gereden. Elke spier in mijn lichaam voel ik. En op een gegeven moment, wat echt super lijp was, viel ik, oh, dit is lekker, viel ik dus in slaap achter op de motor. Ik ging gewoon helemaal zo. Oh, sorry. En toen viel ik gewoon bijna van de motor af. En Jordi zo met een armpje eromheen. Ik schrok me dood. Hij ook. Dat is dus niet aan te raden. Nu gaan we proberen hier even iets te eten. En dit is alweer onze laatste avond. Mijn batterij is ook bijna op, zie ik. Dus ik ga nu even de camera uitdoen. En misschien kan ik jullie dan zo meteen nog meenemen naar een sushi tentje waar we heen gaan. En dan gaan we lekker slapen. Is bizar. Opeens gaan allemaal mensen lopen en horen we allemaal geluid. En zijn er overal lichten, kleine lichtjes. En even tussendoor, Straatsburg in Frankrijk is dus mega leuk. Overal terrassen en middeleeuwse gebouwen. Love it. Yay, ik ben weer thuis. Oh, we zijn gisteren echt 20 minuten of zo voordat we thuis waren in een mega stortbui beland. Het was echt een van de heftigste regenbuien die ik ooit heb meegemaakt in Nederland. Het leek gewoon alsof er water weer van de weg af terug op ons spatte of zo. Het was insane. Binnen 3 minuten was alles doorweekt. Echt tot op je ondergoed door je motorpak alles heen. Dus toen zijn we bij McDonald's gestopt en hebben we daar maar even wat kippennuggets tot ons genomen. En even afgewacht en vervolgens heel rustig door de regen naar huis gereden toen het iets minder was. Dus dat was op een gegeven moment een heftige afsluiter. Het was echt zo eng. We zagen helemaal niks meer. We moeten wel altijd heel erg lachen om de ellende die we ook meemaken op die trip. Zou ik het nog een keer doen? Ja, ik denk het wel. Wel minder ver in zo'n korte tijd. We zijn in iets meer dan een week naar Italië gereden en terug. Volgens mij hebben we er 9 dagen over gedaan. En uiteindelijk, omdat we ook 1,5 dag bij een vriend van Jordi waren geweest, zijn we 2 dagen in Italië geweest. Wat voor mij wel, om zeg maar ook een vakantiegevoel te hebben, echt veel te kort was. Dus eigenlijk hebben we heel veel tijd in Zwitserland en in de kou doorgebracht. En dat was niet helemaal wat ik in gedacht had. Of wat ik eigenlijk wilde om een beetje te kunnen chillen. Alle vooroordelen die ik had over motorrijden waren op zich wel waar. Het is ook een stuk zwaarder. Het is fysiek best wel heftig om zo lang achterop te zitten. Je merkt het echt in je rug, in je billen, in je benen. Ja, ik vond dat best wel heftig. Ik had ook soms dat ik echt zo moe werd dat ik mijn ogen niet meer open kon houden. En dat is natuurlijk super gevaarlijk op een motor. Dat vond ik wel fysiek best wel zwaar. Als je bijvoorbeeld, gisteren hebben we 600 kilometer op een dag of zo afgelegd. En echt 12 uur zijn we onderweg geweest. Dus dat is wel pittig. Het koffertje waar bijna niks in paste, dat was uiteindelijk echt
prima. Ik had echt het gevoel dat ik genoeg bij me had. En ik vond het ook wel heel lekker om met zo weinig spullen te reizen. En het heeft ook wel natuurlijk echt iets heel gezelligs. Dat je samen op trip bent. Het voelt veel avontuurlijker dan bijvoorbeeld vliegen en aankomen. En meteen weten waar je heen moet. Het is natuurlijk ook een stuk fysieker. Dus je bent buiten, je zit er gezellig tegen iemand aan. Als het regent voel je dat in je gezicht. Als de zon schijnt voel je het in je gezicht. Als je door de bergen ruikt is het heel fris. En ruikt het heel lekker. Dus het is ook echt wel een andere, veel fysiekere manier van reizen. Dat vond ik wel heel cool. Ja, wat ook gewoon heel chill is, is dat je zo vrij bent. Je kunt bij files overal tussendoor, je kunt overal voor de deur parkeren. Het is echt van deur tot deur reizen en dat vond ik ook wel heel erg tof. Om nog even wat vragen van jullie te beantwoorden. Ik had een zwarte soort legging motorbroek aan die echt super lekker zat. Die heb ik gekocht bij Motor City, geloof ik, in Amsterdam. Dit was een soort hele dikke legging waar ook Kevlar in zit. Dus als je een glijder maakt, dan beschermt hij je op zich best wel goed. En er zaten beschermstukken in de knieën van die zachte, beetje siliconenachtige beschermstukken. Dus in plaats van die harde. En dat zit gewoon echt veel lekkerder. En het ziet er op zich ook prima uit. En ik moet zeggen, van alles wat ik heb gepast, zat zo'n legging ook gewoon het allerlekkerst. Want het vormt zich mooi naar je lichaam en je voelt het niet zo. Dus dat was wel chill. De jas heb ik gekocht bij Motoport. En toen zag ik dat ze beneden een hele, ja, een soort sample sale gedeelte hebben. Daar heb ik dus dit jasje gevonden van Alpine Stars. En volgens mij is het echt een race model, maar ik zit bijna helemaal niet in thuis. Ik heb gewoon gekeken wat ik de vetste look vond. Dit zag er wel badass uit, dus ik dacht, nou, dat wil ik hebben. Hij was in plaats van 400 iets van 220 en hij paste echt perfect. Het was de laatste en hij zat super lekker. En dit jasje heeft me echt zo goed beschermd en zo goed droog gehouden. Alleen gisteren overleefde hij het niet. Als schoenen draag ik op de motor bij korte ritjes mijn hoge sneakers, wat natuurlijk niet echt goed is. En voor deze lange rit draag ik hoge Dr. Martens laarsjes. Ik kreeg ook van heel veel van jullie de vraag wat ik nou mee heb genomen in zo'n piepklein motorkoffertje. Ofwel van mensen die ook motorrijden of van mensen die gewoon reizen met heel weinig bagageopties. Die koffertjes zijn echt zo klein, er past zo weinig in. Dus ik heb echt heel efficiënt nagedacht over outfits. En dit is wat ik bij me had en dit was echt fijn. Waar ik vooral in heb geleefd is deze jurk. Qua onderkanten had ik alleen dit shortje mee. Die ik niet eens heb aangehad. Dit truitje van Maison Labiche. Een heel dun wollen truitje. Voor naar het strand of als het warm werd heb ik dit jumpsuitje meegenomen. Heel gekreukeld. Met trompetmouwen. Ik heb ook een jeans meegenomen voor 's avonds. Mijn favoriet van BDG. Dan had ik een hele dunne gestreepte pantalon bij me als zomerbroek. Qua tops had ik deze mee. Van H&M Trend van de nieuwe collectie. Ik had deze top mee. Zo'n typische cami top van zijde. Deze is van Anine Bing. En ik had één t-shirt bij me. Namelijk een witte waarop staat Holiday Forever hier geborduurd. Mijn lievelingsshirt. Maar ik zie hem nu nergens. Dus ik hoop dat hij nog bij mijn vriendje in de koffer zit ofzo. Hij is heel gekreukeld. Eén slipdress ook met een kanten bovenkant. Als enige jasje voor 's avonds had ik dit leren jekje mee. Gewoon een oversized leren biker van H&M van een paar jaar geleden. Ik had één klein tasje mee, een zwart-witte furlet tasje en dat was prima. En qua schoenen, ja, ik weet dat het echt klinkt alsof ik best wel veel mee had. Maar het is echt zo'n klein garderobe plukje, maar het was perfect. Ik had deze sandaaltjes mee van Another Stories. Ik had een plat slippertje mee van Topshop. Een nieuwe had ik net gekocht voordat ik op vakantie ging. En dan had ik mijn Vans mee. En dat was het. Dat was alles wat ik in dat koffertje kreeg. En ik had ook bijna geen toiletspullen verder mee. Dit was echt alles wat ik mee had voor een dag of 9 op pad. En het was perfect. Ik hoop dat dit jullie vragen een beetje beantwoord. En dat je het leuk vond om deze motoravonturen mee te beleven. Het was echt echt een avontuur en ik moest er best wel aan wennen, maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Ik ga zo meteen geheel in badass weekend afsluitstijl een nieuwe piercing laten zetten bij J. Colby die in Amsterdam is. En gewoon vet leuk om hem weer te zien. Ik vind hem echt te gek en zo'n lieve guy. Dus als je hem trouwens interessant vindt, staat er een heel leuk interview met hem op mijn kanaal ook. Ik zal het even in de bio linken. Hij is echt de allerbeste piercer van de wereld. En met hem heb ik heel veel van mijn oordingetjes gedaan. Hij is echt een legend en een hele leuke lieve man. Dus dat ga ik zo doen. Ik neem jullie even mee. Als je voor nu vragen hebt over motordingen, stel die dan ook even. Dit waren even de motorporties van de vlog.
En dan nu nog een piercing ding. Ik ben bij Cotton Cake met allemaal lieve knappe mensen. Hallo! En ik heb net een piercing gezet door Colby, die weer in een vlog komt. En ik zeg niet dat het is, maar als je mijn vorige video met Colby hebt gezien, dan weet je wat het is. Kijktip.